mooie dag tegemoet. Dag 3 van Valence naar Lyon. We hebben slechts 2 dagen koers erop zitten. Hier staan 4 auto's op. Er zijn er al 7 weg. 11 uitgevallen equipes. Daarvoor het Abarthje met motorproblemen. Een hele mooie Porsche 911. Prachtig exemplaar. Maar klaarblijkelijk van de binnenkant niet meer helemaal zoals die moet zijn. En dan een pre-war en een mooie Cortina. Uitgevallen, afgelopen, klaar. Maar het gaat om die deelnemers. Die zijn onderweg naar Lyon. Jezus jongens, kijk eens. Je ziet de inlaat van die compressor, die zie je bewegen. Dit is zo bijzonder. Dit is een Bentley Blower. Deze is een jaar of 90 oud. Maakt een enorme bak herrie. Is heel snel, is uniek. Die mannen erin, die zijn aan het strijden, die zijn aan het vechten om die auto de juiste kant op te krijgen. Daar zit een hele grote compressor op de voorbumper. Die drijft die knoepert van de motor aan. En dan is dit zo uniek. ...55 stuks zouden ervan geproduceerd zijn, lang geleden. En volgens de overlevering zijn er 3 over in volledig originele staat. En zijn er best wel wat nog, blowers, maar slechts 3 helemaal origineel zoals ze destijds zijn geproduceerd. Ja, wat is het waard? Wat is de Rembrandt waard? Ik weet het niet. Heel veel. Deze ook. En dit zijn van die typische classic car event auto's, een Triumph. Lijnmotor, voorin, achterwielaandrijving, 2-zittertje. Dit ook een MG. Dit, een NSU, is hier wat minder vaak. BMW wel weer vaak. Maar dan hier. Dat is een hele bijzondere. Een Porsche 914. 115.000 zijn er geproduceerd met de 4-cilinder. Dit is ook een 4-cilinder. 3300 met een 6-cilinder. 3 doen het goed en eentje die zit even te protesteren, zoals je hoort. Heeft al wat problemen. Ik zag ook net beneden wat zilverkleurig metaal. Dus volgens mij heb ik een gat in mijn uitlaatpakking of in mijn hoofd gebrand. Dat werken we nog niet. De Vopo, de Volksporsche, de Porsche 914. En deze auto heeft eigenlijk een soort van als voorbeeld gediend voor de huidige Porsche Cayman en de Porsche Boxster. Oftewel de Porsche 718. Die 2 auto's die hebben de motor ook in het midden. En dat had deze 914 dus ook. Wat dacht je? Doof stom. Ik doe mee met de vintage. Dan kan ik misschien een keer winnen? Of dacht je dat niet? Nee, dat dacht ik niet, lieverd. Luister, dus we hebben het vandaag over geld. En dat is een onderwerp wat jou ook aanspreekt. Vooroorlogse auto's, stijgen die net zo hard in waarde als naoorlogse klassieke auto's? Nou, ik weet niet of ze überhaupt nog stijgen op het moment. Ik denk dat het een beetje gestabiliseerd is, eerlijk gezegd. Ja? Ja, denk wel. Maar ik heb wel het idee dat het toeneemt, het aantal mensen wat het leuk vindt. Hier moet je echt liefhebber voor zijn. Echt liefhebber. Ja, niet iedereen zal het aantrekken om in de regen en de kou in het ding te zitten. Maar het heeft wel iets. Gelukkig heb jij een dame die dat wel leuk vindt. Maar eventjes de onvermijdelijke vraag. Wat is dit waard, ongeveer? Ja, wat de gekte voor geeft. Maar 100.000, 300.000, 25.000? Het zal daar ergens tussenin liggen. Ja, tussen de 100 en de 300. Maar moeilijk te bekijken. Maar
fijn hoor. Zo'n grote Bentley met een bak herrie. Maar ook hij moet op tijd komen. En ook daarin moeten ze de juiste letters zien te vinden, waarmee ze dus kunnen bewijzen dat ze de juiste route hebben gereden. Want gisteren heb ik uitgelegd hoe het werkt, hè, voor de deelnemers. En die deelnemers die komen uiteindelijk aan met een kaart met stempels, met letters, met tijden. En al die kaarten worden verzameld. En al die kaarten die komen bij de rekenkamer uit. En daar wordt bekeken wie het echt goed heeft gedaan. Hij klinkt een beetje humeurig, zo einde middag, maar doe dat nog. Ja, het is eigenlijk een berggeit. In de bergen voelt hij goed en als hij stilstaat, dan heeft hij altijd een beetje een humeurtje. Ja. Ja. Dus je bent er morgen gewoon weer bij? Zolang je doet, blijf ik rijden. Ja.